Hare Krishna. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van HareKrishna.nl. Vandaag gaan we een heel interessant onderwerp bespreken. Een onderwerp wat de afgelopen jaren nogal gehyped is in onze maatschappij. Namelijk yoga. We kennen yoga allemaal wel van de mooie yogamatten, de strakke pakjes, de meest onmogelijke poses die we voorbij zien komen op Instagram. Veel mensen vinden er een moment van stilte in, rust in zichzelf. Of juist flexibiliteit en fitheid in het lichaam. Maar is dat alles? De Vedische geschriften die leren ons dat yoga een pad van zelfverwezenlijking is. Dat yoga een levenswijze is waarmee wij dieper tot de kern van ons bestaan komen. Daar gaan we het vandaag over hebben. We gaan vandaag de mysteries en de diepere betekenis van yoga ontrafelen. Het woord yoga komt uit het Sanskriet en het betekent te verbinden. Dus het is een werkwoord. Te verbinden. En als we praten over verbinding, dan betekent dat dat er op dit moment twee componenten zijn die nog niet met elkaar verbonden zijn. En door middel van het proces van yoga brengen we ze samen in verbinding. Welke twee componenten kunnen dit nou zijn? We hebben er een heleboel. Als we kijken naar de meest tastbare vorm van onze realiteit, kan ik als persoon mij verbinden met mijn omgeving, met de natuur. En als wij de meest volledige verbinding tussen elkaar hebben gevonden, ontstaat er een mooie symbiose tussen mij en de natuur. Wat ontstaat er dan? Environmentalism, ecologie, milieubewustzijn. Als ik leef in harmonie met alles rondom mij, dan is er een oplossing voor vervuiling. Dan leef ik met compassie voor alle levende wezens om mij heen. Dus dat is de eerste vorm van yoga die we zien. Als we nog dieper gaan, kan ik mij als persoon ook verbinden met iemand anders. Body to body, als het ware. En wat gebeurt er dan als wij in harmonie, in yoga met elkaar verbonden zijn? Dan ontstaat er vrede. Dan gooien we alles overboord en dan ontstaat er wederzijdse compassie, waardoor we in vrede kunnen leven. Maar we kunnen nog dieper gaan. Dit waren namelijk verbindingen buiten mezelf, maar ik kan ook in mezelf kijken. Ik heb bijvoorbeeld een lichaam, maar ik heb ook een geest. Een geest waar mijn denken plaatsvindt en mijn verlangen. En als ik deze twee met elkaar verbind, het lichaam en de geest, dan ontstaat er een flow. Oftewel een diepe concentratie. En dit hebben we allemaal wel eens ervaren. Bijvoorbeeld als je gaat rennen. In het begin is het moeilijk, maar op een gegeven moment ga je over een punt heen en kom je in een flow. Omdat jouw lichaam en geest dan precies met elkaar in de juiste verbinding staan. Artiesten kennen het ook. Als zij zo opgaan in hun kunstwerk, zijn al hun gedachten en hun hele lichaam involved en engaged in het maken van dat kunstwerk. En zijn ze in een creatieve flow. In een diepe concentratie. Maar we kunnen nog dieper gaan in verbinding. Ik kan namelijk mijn geest ook verbinden met mijn intelligentie. Intelligentie is datgene wat ervoor zorgt dat wij beslissingen kunnen maken. Dat wij discipline kunnen hebben. Dat wij doorzettingsvermogen hebben. En als ik die intelligentie verbind met mijn geest, dan ontstaat er zelfbewustzijn. Word ik me bewust van alles in het lichaam, van elke gedachte in mijn geest en van de plek die ik inneem in het bestaan. Maar dat is nog niet alles. We kunnen nog een stap dieper gaan. Want zelfs de intelligentie neem ik waar. En alles wat ik kan waarnemen, ben ik niet zelf. Want dat betekent dat er afstand is. Ik, degene die iets waarneemt. Iets buiten mezelf. Zo kunnen we ook onze intelligentie, onze geest en ons lichaam waarnemen. Dus dat betekent dat er nog een dieper aspect van mijzelf is. En wat is dat? Dat noemen we in het Sanskriet de jiva, oftewel de ziel. De diepste kern van mijn bestaan, absolute core, de essentie. En als ik die ziel in verbinding stel met mijn intelligentie, wat gebeurt er dan? Dan bereik ik zelfverwezenlijking. En dat is het uiteindelijke doel van yoga. Om van de externe wereld langzaam naar binnen te keren en daar mijn diepste ik te vinden.
stapje verder. Kunnen yoga nog uitbreiden één stapje hoger? Namelijk, ik besta niet alleen. Ik als ziel zijnde besta niet in mezelf. Ik ben deel van een groter geheel. En als ik mij verbind met dat grotere geheel op zielsniveau, dan bereik ik het uiteindelijke doel van yoga. Dit grotere geheel heeft vele namen. We noemen het de absolute waarheid. We noemen het God. Wij noemen het Krishna. Dus dit is de diepere betekenis van yoga. Verbinding. Verbinding met alles buiten ons. En langzaam meer en meer keren we ons naar binnen, totdat we de verbinding vinden met onze ziel en de bron waar we vandaan komen. De absolute waarheid. Dus yoga is eigenlijk een heel geïntegreerd geheel, wat zowel voor alle externe factoren zorgt als alle interne factoren. En daarom is het zo'n mooie, diepe levenswijze en een prachtig pad om te volgen. Dus ik hoop dat jullie geïnspireerd zijn door dit thema en de verrijkingen hebben kunnen vinden. Als het zo was, geef een duimpje omhoog en abonneer je alsjeblieft op ons kanaal. Maar heel erg bedankt. Hare Krishna.